Oh, een robot, een paalskip. Oh, dit is top. Ik wil dit hebben. Alsjeblieft, geef mij iets goeds. Dit is de enige key die ik heb voor deze aflevering. Dus geef me alsjeblieft iets goeds. Deze key moet het gaan doen. Alsjeblieft, geef mij iets goeds. Dames en heren, daar staan we weer op de favoriete Skyblock server van mij. Oftewel de jx.arkenhq.net server. En zoals je ziet hebben wij de vorige keer een prima koeienspannetje gemaakt. En we hadden hier een robotje neergezet. Het is inmiddels helaas geen vrijdag meer. Dus mijn robot is weg. Goed, maakt niet uit. We kunnen hier natuurlijk ook zelf staan. Dan kunnen we zelf wat koeien hakken en wat spulletjes verzamelen en geld verzamelen. Maar er zijn belangrijke dingen die wij moeten voltooien. En dat is eerst iets heel belangrijks wat ik moet vertellen. Namelijk, binnenkort is er een hele leuke Minecraft bouwwedstrijd. Wil je niet missen. Je kan er zelfs een prijs winnen, zoals een Pringlesbus en een sleutelhanger. Ligt eraan wat je gaat bouwen, want hetgene wat jij bouwt, dat koop ik voor jou. Dat kan een PlayStation zijn. Je zou denken, ik bouw een Lamborghini. Daar heb ik het geld niet voor. Maar het wordt wel heel leuk. Dus ik zou zeggen, join even mijn Discord. Staat in de beschrijving. Discord.gg/jeur. En doe gezellig mee. Zou leuk zijn. Nou, goed. Verder gaan we even verder. We gaan dus verder op de Skyblock server. En ik heb even gekeken in /pass. Want dit hebben wij zeker nodig om leuke spulletjes te krijgen. Ik zie hier staan, hak 150 cobblestone. Geen probleem. Kunnen we zo halen. Ik zie hier staan, 3 keer voten. Dat vind ik te veel moeite voor nu. Ik zie hier staan. Even zoeken. Hier, breek 25 iron ore. Dan krijgen we 2500 mobcoins en 1 block track scroll. Absoluut geen idee wat het is. Ik wil het hebben. Wat hebben we hier nog meer? Sugarcane en we hebben hier nog meer island levels. Nou, in principe zijn dus 150 cobblestone'tjes en 25 iron ores geen probleem. Bij 150 cobblestone krijgen we een rare key. En die wil ik heel graag hebben. En verder moeten we vooral heel veel sugarcane hakken en opnieuw gaan plaatsen. Dus ik denk dat we daar sowieso eerst maar eens mee beginnen om die wat meer neer te gaan zetten. En ik denk dat het heel belangrijk is om even iron ore ergens vandaan te halen. En meer stenen te slopen. Sowieso heb ik hier 3 iron ore. Wacht, als ik die nou plaats en ik hak ze weer. En ik plaats ze weer. En ik hak ze weer. Gaat dat dan werken? Ik ben heel erg benieuwd of dit werkt. Als het goed is heb ik er dan nu 9 extra gemined. In /pass. Gaat dat werken? Dat zou echt de beste tactiek ooit zijn. Even kijken. Ja, dat werkt! Wat? Oké, dus we hebben er nu 12 gemined. Dan hebben we er nu 15 gemined. Dan hebben we er nu 18 gemined. En dan hoeven we er nog maar 7 te minen. En dan zijn we er in principe al doorheen. Nou, we plaatsen het terug. En ik moet er nog eentje hakken dan. En dan zijn we nu klaar. Ik heb het gehaald. Wat is dit? Block track scroll. Ik ga het vragen in de chat. Ik heb het gevraagd in de chat. Ik hoop dat iemand mij antwoord kan geven. Ik heb in ieder geval al 2500 mobcoins gekregen. Als het goed is. Of moet ik die nog claimen? /pass. Oh, die moet ik claimen. Misschien krijg ik het nu. Oh, hier. Ik heb het. Drag this scroll on any tool to start tracking the blocks. It breaks forever. Klinkt awesome. Ik ga het erop zetten. Oh, het houdt bij hoeveel blokken je hebt gemined hiermee. Nice, daar heb je dus echt geen hol aan. Heel blij mee. Oké, zit er in mijn eiland? Ergens, cobblestone. Of iets in die richting. Ik betwijfel het eerlijk gezegd. Want volgens mij ziet mijn eiland er niet heel erg uit alsof er cobblestone in zit. Is er een mine ergens? Heb ik een /mine ergens? Nee. Je hebt warp, forest, fish, enchant, forest. Kan ik hier bij forest meer hakken dan alleen de bomen? Ik betwijfel het heel erg. Verdomme. Oké, dan moet ik even terug naar mijn /island. Dat is al een beetje pech, want bij sommige eilanden zit gewoon heel veel cobblestone in. Maar bij mij dus niet, dus ik moet even naar de /shop. Dan moet ik even 1,5 stack of 2,5 stack cobblestone kopen. Of in ieder geval gewoon stone kopen. Weet je wat, ik koop maar 3 stacks. Dan moet ik die denk ik eventjes gewoon hier gaan plaatsen, want ik moet die dan... Of moet ik cobblestone hakken? Ik moet cobblestone hakken, geen stone. Het gaat niet heel goed, dames en heren. Ah! Cobblestone, kijk, die moet ik hebben. Meer kopen, 3 stacks. Kijk, dat is precies wat we nodig hadden. Oké, we hebben nu hier 3 stacks. En dan gaan we die maar gewoon eventjes plaatsen. Want we moeten in totaal 150 blokken cobblestone minen. En ik vind het lelijk om om mijn eiland heen te hebben. Dus ik plaats het gewoon hier zo om mijn eiland heen. En dan doe ik dadelijk gewoon alles weer slopen. En dan heb ik als het goed is de challenge voltooid. Of in ieder geval de eerste of de tweede challenge van de pas heb ik dan voltooid. Kijk, gratis key. Ook altijd leuk. En dan kunnen we verder met de pas. Oké, volgens mij heb ik nu wel 150 van die dingen inmiddels geplaatst. Dus nu is de bedoeling dat ik alles jij mag iemand kopen in leven heel de shop leeg in de chat. Oei, yo, die had er even zin in. Nou, dat is nu de bedoeling dat we simpelweg alles weer weg gaan halen. Hoe snel ik het heb geplaatst, zo snel moet ik het ook weer weghakken. Want ik moet er 150 in totaal slopen om... Om mijn pas dingen te voltooien. In de premium reward krijg je een rare key.
En bij die andere kreeg je, of bij de free reward kreeg je nog iets. Maar die rare key, die wil ik wel gebruiken. Want op zich, we hebben nog redelijk weinig spullen op het eiland. En ik denk dat het wel leuk is om wat te upgraden. Ondanks dat ik op een manier trouwens 18 miljoen heb. Dus dan heeft iemand mij toevallig heel veel geld gegeven in de vorige aflevering. In ieder geval een paar miljoen had ik al gekregen. Je hebt rewards to claim staat erin, slash pass. Heb ik het al gehaald dan? Oh, plaats 150 cobblestone is het. Oh, ik moest er gewoon 150 plaatsen. Ik zat te denken eraan dat ik ze moest slopen. Oh, maar dan heb ik heel die stinkmissie al lang voltooid. Oh, dan had ik mijn cobblestone beter op een andere manier kunnen benutten. Want nu moet ik dit allemaal nog weghalen. Maar goed, we hebben die missie ook voltooid. Dus het gaat lekker. We hebben al 3 challenges van de 10 voltooid voor level 1. Dus dan gaan we hierna gewoon weer door naar de volgende challenge. En ik denk dat we daarvoor bezig moeten gaan met de sugarcane. Want er zijn 2 dingetjes die we moeten halen met de sugarcane. Namelijk 1000 hakken en we moeten er 2500 hakken. Dus zo halen we dit eventjes weg. Oké, we hebben dit in ieder geval netjes weggehaald. Dat is top. Dan kunnen we nu naar slash pass gaan. Dan kunnen we hier even onze reward klepen. Een chunk hopper. Dat is trouwens heel chill. En we krijgen een rare crate key. Die kunnen we ook heel goed gebruiken. Dus we gaan even naar slash crates toe. Of slash warp crates. Slash warp crates denk ik. Ja, slash warp crates. Zijn we dan. Openen. Even kijken. We hebben hier 1 rare crate key. En wat kunnen we hier allemaal uitkrijgen? Er zitten best wel goede dingen in hoor. Oh, een robot, een pass skip. Oh, dit is top. Ik wil dit hebben. Alsjeblieft, geef mij iets goeds. Dit is de enige key die ik heb voor deze aflevering. Dus geef me alsjeblieft iets goeds. Deze key moet het gaan doen. Alsjeblieft. Geef mij iets goeds. Iets. Oeh, waar gaat hij? Daar ben ik niet zo blij mee, eigenlijk. Oké, dat is redelijk jammer. Nou goed, we gaan weer terug naar Slash Island. Dan kunnen we onze beacons neerzetten of zo. Even kijken wat leuk is. Nou, weet je wat? We zetten er hier eentje neer. We zetten er hier eentje neer. Dank je. We zetten er hierin op de hoek neer. Oh, trouwens. Kan ik die op de iron neerzetten? Volgens mij moet er een iron plaat onder staan. Voordat die kunnen werken. Wacht, dan ga ik het eventjes mooi doen. Zo, kunnen we dit hier even weghalen. Hoppa, dan kunnen we dit hier eventjes neerzetten. Beacontje erop. En als het goed is, gaat hij dan piepje de lucht in. Piepje de lucht in. Hartstikke prachtig. Dan vind ik dit ook wel een hartstikke mooie plek om hier nog eventjes wat ironblokjes neer te zetten. Doe gewoon even wat leuke straaltjes op het eiland. Hoppa. Weet je wat ik wil gaan doen trouwens? In de volgende aflevering, dames en heren. We gaan iets heel erg leuks doen. Ik ga zoveel mogelijk mensen die op dat moment online zijn, gewoon op mijn eiland laten. En dan ga ik gewoon kijken wat ze doen. Wat er gebeurt. Ik ga gewoon 50 mensen of zo gewoon lekker op het eiland laten. En dan zie ik wel wat er gebeurt. Ga je het doen? Dank je. En dan laat ik gewoon kijkers of gewoon random mensen erop. En dan kijk ik wel wat er gebeurt. Ik haal in ieder geval alles op dat moment uit de keer. Oei, dit heb ik niet zo goed gedaan. Even kijken, hier moet ik een oplossing voor hebben. Ik heb even een blokjes hout nodig. Oké, we hebben blokjes hout. Dan kunnen we hier die pakken. Dan kunnen we even naar slash craft. We hebben sticks namelijk nodig. En we hebben signs nodig. Ik ben benieuwd of zo'n beacon trouwens door zo'n sign heen kan. Even kijken. Zo, deze hier neerzetten. Kijken, hier. Perfect. Deze weghakken. En dan die plaatsen. Ja, dat werkt. Fantastisch. Mooi door mijn ding heen. Nou, prachtig. Nou, het was toch een goede crate slash pack opening, dames en heren. Hopelijk hebben jullie genoten van deze aflevering. In de volgende aflevering gaan wij ervoor zorgen dat er een gigantische sugar farm komt. Of een sugar cane farm. En we gaan ervoor zorgen dat heel veel mensen op het eiland komen. Hopelijk maken ze er iets heel goeds en iets heel moois van. Het zou top zijn als er gewoon lekker 50 mensen op het eiland zitten. En dat we dan gewoon het beste Skywalk eiland krijgen. Hopelijk hebben jullie genoten. En ik zie jou heel graag in de volgende aflevering. En die is dan weer volgende week woensdag om 6 uur. Ciao!